Wij nemen de patiënten hier op. Het is zodat we ze kunnen voorbereiden om naar de operatiekamer te gaan. De patiënt kan wel eens een nacht moeten blijven, ook dat kan in Lelystad. Maar meestal is het al van tevoren al gepland, dat ze weten dat ze een nacht moeten blijven. En als je dan gaat kijken wat voor operaties doen we dan in Lelystad, dan zijn dat natuurlijk niet de hoogcomplexe ingrepen waarvoor mensen misschien naar een intensive care moeten of waar cardiologen voor op de achtergrond moeten zijn. Maar dan zijn het goed planbare ingrepen zoals liesbreuken, galblaasoperaties, soms wat kleinere operaties aan botten of aan pezen, aan zenuwen. En we kunnen ook patiënten die in Harderwijk geopereerd zijn weer op de poli zien in Lelystad. Dus dat is dicht bij huis. Hier op de locatie Lelystad van het Janssen ziekenhuis zijn eigenlijk bijna alle orthopedische operaties mogelijk. We kunnen hier knieprotheses, heupprotheses, schouderoperaties, kunnen we hier allemaal uitvoeren. Dat betekent eigenlijk dat 80% van de mensen hier voor hun operatie in Lelystad terecht kunnen. Mocht de operatie toch niet hier kunnen en we het qua veiligheid beter vinden om ze in Harderwijk te opereren, dan zal alleen de operatie in Harderwijk plaatsvinden. De rest van de zorg, de voorcontroles en de nacontroles zullen allemaal hier in Lelystad plaatsvinden.